het is heel moeilijk tussen Janine en Ludo. En godzijdank is het niet zo problematisch tussen ons als tussen Janine en Ludo. Ze kunnen niet met en niet zonder elkaar. Ik sluit niet uit dat een, wat is het, 24ste huwelijk, dat het er ook nog wel eens van gaat komen. Hoe je het ook bent of keert, Janine en Ludo, ook al zijn ze niet bij elkaar, blijven toch wel een beetje bij elkaar horen. Maar dat vindt Janine natuurlijk helemaal niet, hè? Dat begrijp je niet. Je moet er niets van weten. Een huwelijk wat ontzettend goed gaat, is in een serie als Goede Tijden natuurlijk niet zo heel erg interessant. Op een gegeven moment moet je gaan zitten breien op de bank of zo. Dus ja, dat. Nee, dat. Dus er gebeurt altijd wel wat. Nou, er kan wel niks meer misgaan, lijkt me. Zodra je denkt dat hij een beetje zijn wilde haren begint te verliezen, dan gebeurt er altijd iets in het verhaal waardoor je denkt: nee, dat had ik fout. Ik kan nooit te lang rustig blijven. Dus maak je borst maar nat.